Bandage oppakken, zo. Oké, ja, ik wil het eigenlijk niet proberen, maar ik ga het toch eventjes doen, zodat jullie het ook weten. Ja, kijk, dit dacht ik al. We krijgen nausea en hunger voor 27 seconden. Nou, ik denk dat het 30 was. Oh, kijkers van Gas Games. Hier ben ik weer met een nieuwe video. En zoals jullie zien, zijn we weer op Malino. We gaan weer lekker verder waar we gebleven waren. We zijn natuurlijk hier in Kirpin. En ja, we hebben nog een aantal plekjes hier om te looten. Dus dat gaan we ook gelijk even doen. Ook moet ik eventjes alvast weer melden dat er weer nieuwe loot in de kisten zit. Dat blijkt, want er was weer een tweet van Benny. En die zei van, er is nieuwe loot in de game. Oh, godverdomme zombie. Nee, nee, nee. Geen hits, alsjeblieft. Oh, dat zijn wel meer dan één zombies. Oh, wat? Zombies droppen nu vlees. Oké, ze hebben ook de zombie drops geüpdate. Doe in ieder geval allemaal even een blauw duimpje omhoog, mensen. Want, oh, wat? En een hamer? Oké. Zombies droppen dus nu meer dan alleen vlees. Even kijken, want wat hebben we hier? Human meat, human meat. Maar kun je dit nu gewoon eten? Want het is natuurlijk gewoon een rotten flesh. Nou ben ik alleen even. Oh, wacht. Ik carry too much op. Oh, wat? Ja, oh. Ik wil die even hebben. Even kijken, hoeveel heeft die? Oh, dit is een poor. Oké. En dit was een. Goed. Oké, nee. Het is dus wel een slechte hamer. Maar zombies kunnen dus nu spullen droppen. Dat is wel heel erg nice. En dat ook nog eens gecombineerd met dat er nog meer loot is toegevoegd aan de kisten. Kan nog wel eens heel mooi worden. Ja, en ik zit nu in de stad. Dus we kunnen even rustig hier gaan looten. We moeten binnenkort ook weer eens een keertje terug naar wat grotere gebieden, zoals bijvoorbeeld de prison of dat soort dingen. Maar ja, dat is allemaal voor later. Eens even kijken, hier zit nog een gebouwtje. Gaan we gelijk maar eens even binnenkijken of hier nog wat te vinden is. Ik zie hier al gelijk één kist, hier zit eten in, denk ik. Oh, human meat ook. Dat kun je dus nu ook in chesten vinden. Maar ik vraag me af hoeveel dat dan daadwerkelijk hield. Want ik heb wel iets bij me, niet veel. Maar je krijgt het van zombies. En ik heb een klein beetje het idee. Want dat is natuurlijk meestal zo. Als je rotten flesh of iets in die trend eet. Dan krijg je natuurlijk een soort van poison effect. En ik heb geen zin om dat te krijgen. Dus ik ga het niet testen. Tenzij ik echt helemaal geen food meer heb. Hier is in ieder geval een kleine legerbasis. Hier wou ik eventjes op gaan kijken. Hey, wat hebben we hier trouwens? Wat is dit? Zitten hier kisten beneden? Je zou haast denken van wel, maar ik zie hier niks. Oh, ik zie hier wel een zombie die mij lekker naar beneden had kunnen slaan. Even kijken, up. En die dropt ook weer meat. Oké. Elke zombie dropt dus een human meat. Alleen nou is de vraag of het echt te eten is. Maar daar komen we de volgende keer wel achter. We gaan in ieder geval even deze kleine legerbasis op. Ik zie sowieso al één zombie spawn. Oh, no, 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 no. Oké, die is neer. En nou nog die andere zombies. Het zijn er echt veel. Het is natuurlijk weer een legerbasis. Daar verwacht je ook weer veel zombies. Maar even kijken. Drop eens nog wat leuks. Ik heb. Even kijken. Nu alleen maar human meat die liggen. Nee, oké. Dat is het enige wat ze droppen op dit moment. Ja, we hebben er net een hamer ervan weten te krijgen. Op zich wel nice. Want dat houdt dus in dat als je je wapens bijna opzet en je zit buiten de stad. Dan kun je altijd nog een zombie killen om een beetje geluk te hebben. Ik zie hier trouwens een kistje. Even kijken. Een baseball bat. Nee, oké. Die laten we lekker liggen. Want volgens mij is een hamer beter. Correct me if I'm wrong. Dit is een safe house trouwens. Ik weet niet vanaf wanneer de safe houses daadwerkelijk gaan draaien. Ik weet ook niet of hier gewoon loot binnen is. We kunnen even gaan kijken. Oh nee. Er zit wel een lootkist. Alleen. Ja, we kunnen niet naar binnen omdat het een safe house is. Nee, ja, we kunnen niet naar binnen. Oké, dat scheelt dan. Even kijken. Kunnen we hier nog even in de helikopter gaan kijken? In dat rek kunnen nog kisten zitten. Ik denk sowieso dat er in de helikopter wel één moet zitten als we daarin kunnen komen, op zijn minst. Even kijken. Ja, dat kan vanaf deze kant. Ja, hier hebben we één chest. Dus even kijken. Een mes. Oeh. Oké, we gaan eens heel even kijken. We gaan heel even van hamer switchen. Ik moet. Nou, laat hem even zitten zo. Welke is sowieso de slechtste hamer? Deze. Pakken we even het mes op. En het mes is bad. Maar ik ga toch het mes bij me houden. Omdat ik toch even een klein beetje variatie wil hebben in die wapens. En ik vind het wel leuk om dan een mesje bij me te hebben. We gaan hier nog even kijken of hier nog een kist tussen staat. Kan hier nog staan of dan misschien helemaal bovenop. I don't know. Hier misschien? Nee. Hierboven zou er dan wel eentje kunnen staan, maar dat staat er niet. Oké, dan gaan we weer naar beneden toe.
Ik denk ook niet dat hij tussen die rekken staat. Het zou wel kunnen, maar ik zie hem zo 1, 2, 3 niet. We kunnen hierachter nog even kijken. Hier zou er eventueel nog een kist verstopt kunnen zitten, maar dat zit er ook niet. Oké. Kunnen we hier weer weg? Ik heb hier nog wel een zombie. Volgens mij kill je met een mes, kill je ze ook sneller, heb ik het idee. Even kijken, dan hebben we hier nog een hangar. En dan daar zit nog een hangar. En daarachter staan als het goed is nog een paar tanks. Ja, er staan nog een paar tanks, dus daar kunnen we ook zo meteen nog even kijken. Even kijken, hier zit voor de rest geen kist. Ja, misschien weer bovenop. Ofwel, ja wel, hier staat wel een kist. Kijk eens even. Een bandage, dat komt zeker wel van pas, want ik ben een beetje low on health. Doordat ik een paar keer geraakt ben door van die fast zombies. Die zijn echt irritant. Hier zo zit geen kist meer. Misschien hierachter. Nee, oké. Hier zou nog eentje kunnen zitten in de voorkant. Nee, ook niet. Bij die helikopter kun je niet naar binnen. Dus, ofwel, kun je daar wel naar binnen? Ik zie geen ingang namelijk. We kunnen hier wel erop. Even kijken. Nee, hier zit ook geen kist. Nee, oké. Bovenop zie ik er ook geen een staan. Dus deze hangar. Er zit ongeveer één kist dus per hangar. Even kijken, daar hebben we ook nog een guard tower. Ik wil daar nog heel even in kijken. Want ik denk haast wel dat hier wel een chestje in staat. Even kijken. Ja, en een. Oké, normale boots. Nou, dat is iets wat we sowieso niet nodig hebben. Want we hebben ondertussen zelfs al twee setjes. Police Special Ops Boots. We hebben ook leggings daarvan. We moeten nog een body vinden. En we moeten nog een helmpie vinden daarvan. En dat kunnen we hier wel vinden. Maar ja, moeten we het net even tegenkomen. Hier hebben we in ieder geval nog een hangar. Oeh, wat is dit? Wat staat hierop? Under construction. Oké. Ik denk haast wel dat ze hier een kist verstopt moeten hebben. Hebben ze dat niet? Oh. Het was echt zo'n hele obvious plek waar je dan toch wel zo'n kistje neer zou zetten. Maar blijkbaar toch niet. Dan zit er wel eentje in de helikopter zo meteen daar. Hier zo, als het goed is, achterin. Ja, hier staat een kist. Oké, wat zit hierin? Een bandana, helaas. Nee, dat hebben we ook niet nodig. Denk ik dat er nog wel een tweede kist is hier bijna. Hé, hey, wacht. Oh, ik dacht even dat je hier naar beneden kon. Ik moet even wat water drinken. Zo. Ik heb echt het idee dat je hier gewoon ergens naar beneden kunt, maar het is niet zo. Dan gaan we maar even boven kijken. Staat hier een kist bovenop? Nee. Oké, dan zijn hier dus alle kisten alweer weg. Nou, ik had toch net iets meer verwacht in de legerbasis hier. Maar op zich, als je een paar keer een goede chest hebt, want ik heb nu alleen maar bad luck wat dat betreft. Maar als je een paar keer een goede chest hebt, kom je al heel gauw uit. Terwijl ik hier nog echt heel veel water dingen zie, die ga ik even vullen. Zo. Dan heb ik ook weer genoeg water. En dan hebben we hier nog barracks. Daar kan ook nog. Ja, hier staat ook nog een kist. Met een bandage erin. Helemaal mooi. Oh, what? You can't carry more items on you. Stomme human meat allemaal. Ja, hè? Oké, ik kan nu eindelijk de bandage oppakken. Zo. Oké. Ja, ik wil het eigenlijk niet proberen. Maar ik ga het toch eventjes doen, zodat jullie het ook weten. Ja, kijk, dit dacht ik al. We krijgen nausea en hunger voor 27 seconden. Nou, ik denk dat het 30 was dus, maar Gedver, die nausea. Oké, die nausea is weg. Die hunger, ja, die blijft natuurlijk. Maar dan weten jullie dat ook. Eet dus geen human meat. Even kijken, nog een bandage. Oké, we kunnen in ieder geval weer een beetje naar full HP toe gaan. Even kijken, en dan zal hier waarschijnlijk ook nog één bandage in liggen. Denk ik bijna wel. Even kijken. Oh, hier zit niet eens een kist. Oh. Of zit hij hier achter verstopt? Nee, ook niet. Nee, oké, deze barracks is leeg dan. Oké, dan hebben we alleen nog de tanks op deze legerbasis. En hebben we deze legerbasis ook al een keertje doorgeloot. Nou hebben we niet echt heel veel luck gehad. Want die kisten waar ik natuurlijk boots in heb gekregen. Een bandana in heb gekregen. Of die knife in heb gekregen. Daar konden natuurlijk ook veel betere items in zitten. Daar kon bijvoorbeeld ook een katana in zitten. Of Police Special Ops Boots of iets in die trend. Even kijken, kunnen we deze tanks inkomen? Ja, we kunnen erin volgens mij. Hoe kom ik erop dan? Wacht even. Nee, je kan er niet op, want het is allemaal net iets te hoog. Oh, hier staat wel een kist achter. Even kijken. Oh, er zat een hamer in, blijkbaar. Nou weet ik niet of die beter is als mijn hamer. Nee, hij is niet beter als mijn hamer. Oké.
Nou, dan hebben we dit allemaal gehad. Ik weet niet of hier even een makkelijke weg uit is. Nee, ik denk dat ik weer helemaal om moet lopen. Er moet net maar eventjes een gat in het hek zitten hier. En die zit er blijkbaar niet. Oké, dan lopen we weer helemaal om en dan gaan we eruit. Of wacht, ik zie hier een makkelijke weg eruit volgens mij. Even kijken, volgens mij kunnen we... Nee, dat gaat toch niet werken. Nee, oké, we moeten omlopen. Of nou, wacht even. Misschien, ik weet niet of ik echt damage wil gaan pakken, maar ik zie dat ik hier de hangar op kan klimmen. Dan denk je toch bijna wel dat er op de hangar misschien ook een kistje kan zitten. Even kijken. Ik zit er nu bovenop. Ik zie alleen geen kistje. Maar ik kan er hier waarschijnlijk wel uit. Ik weet niet of ik het ook er veilig uit kan komen. Help, ik heb geen wapen, zegt iemand in de chat. Ja, dat is lastig. Even kijken, zo kunnen we hier op springen. Oh, dat deed al wel wat damage, shit. Ja, nou, dan moet ik nog maar damage pakken. Shit, dat waren weer bandages voor niks verpest. Ik heb trouwens ook nog hotdogs, die heb ik gevonden. Die zijn wel heel erg nice, dat was de vorige aflevering natuurlijk al. Maar, ja, ik denk dat we hier dan wel weer een beetje klaar zijn met looten. Nou ja, tenminste niet in heel Kirpin. Oh, hier heb ik nog een kist toevallig met een bandana erin, helaas. Maar ja, de legerbasis hier hebben we nu al gehad. En we moeten nu maar gaan kijken wat we nog meer willen looten. Er is nog zat. Je hebt natuurlijk in Kirpin heb je ook nog dat hele industriële gebeuren waar we eventueel zouden kunnen kijken. We hebben hier nog een abandoned hospital. Oeh, dat klinkt wel leuk. Dat is hier ook in de buurt. Daar zouden we eventueel ook naartoe kunnen gaan. We zien het in ieder geval wel. Mensen, ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Als jullie het weer leuk vonden, doe natuurlijk even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet even te abonneren als je nieuw bent. En dan zie ik jullie weer in de volgende aflevering. Later.